Hey mensen, tof en vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Curious. Ik hoop dat jullie er super veel zin in hebben, want ik heb er weer super veel zin in. Is weer een tijdje geleden. Gelukkig nieuwjaar iedereen, natuurlijk als jij mijn andere video's niet kijkt. Ik hoop dat jullie er veel zin in hebben. Ik wel, want ik ben hyped. Want ik heb natuurlijk de Sauvignon Blanc en wij moeten die gaan inleveren. Nu met deze meneer hier zo. Wow! Letterlijk een zombie vormen. Kunnen we meteen mijn nieuwe weapon uitproberen. 3 hits en hij is dood. Dat is niet slecht. Ben ik best wel heel erg blij mee. Nice. Alright, laten we naar deze deur gaan. Hoe kom je hier ook weer? Het was toch deze? Of was er nog eentje verder? Het was deze. Kijk, yo bro, we hebben hier Sauvignon Blanc. Yes. Die hebben we hier. I have the wine for you here. Excellent. This is indeed mijn favoriete wijn. Dankjewel. Heel erg. Nou, as I said, I have no idea where Archmage is. Hij weet dus in godsnaam niet waar de magier is. Maar zijn zus gelooft hij dat die... Of die weet waar hij is. Okay, dus de zus weet waar hij is. Her name is Louise Galerion. And she lives in Hemdaleport. Wauw, we gaan naar Hemdaleport, dude. Hemdaleport is toch helemaal linksboven? Ja, we gaan naar Hemdaleport. Oh my... Schrik ik elke keer van. Oh, voordat ik het vergeet, toen je de hele tijd weg was, a messenger arrived and asked that I send you to Princess Talanasta. Oké, dus we moeten terug naar de prinses. Laten we dat even doen. Dan kunnen we gewoon met 1 klik kunnen we daar gewoon naartoe. Dat is super makkelijk. Nu zijn we helemaal rechtsonder. Als jullie trouwens ook de map willen hebben, jongens, kijk even de beschrijving. Want daar staat gewoon een map. It is good to see you again. And I got my message from Mr. Langston. Ik praat trouwens net tegen haar ook. Ik was hier net ook. You explain how we're best around with the people. And blah, blah, blah. You have something concrete. And you will go for Hemdaleport next. Excellent news. Take this key to another reward. Nice. We krijgen weer een reward, jongens. Bam. Reward room key nummer 2. Super chill. Want dan krijgen we natuurlijk hier goede items. Ik hoop dat ik geen wapen krijg. Ik hoop dat ik armor krijg. Ik heb armor nodig. Alright. Key 2. Dat is 4. Dit is 2 dan, hè. Dit is 2. Die gooien wij hierin. Bloep. En hij is open. Oké, dus hij heeft een enchant. Oh, hij heeft een boog. Ik bedoel, deze pak ik maar ook, toch? Ik heb er eigenlijk helemaal niks aan. Ik bedoel, ik heb net een sick ass zwaard gekocht. Dus geen reden om die te kopen. Maar het is natuurlijk wel fijn om een boog te hebben. En deze heeft infinity en power. Wauw, dat is nice, dude. En sharpness sword. Weet je wat ik kan doen? Ik kan dit gewoon doen. En altijd XP pakken. Ik ben nu level up. Bijna level up. Nee, laten we even de swords droppen. Deze kunnen we wel goed... Ik denk dat je deze niet kan verkopen. Maar we nemen in ieder geval 3 bootjes mee. Zo, hoppakee. We hebben in ieder geval een infinity boog. Wat super gunstig is. Betekent dat wij nu altijd een boog gewoon mee hebben. En wij moeten naar naar Hemdaleport. Wij moeten helemaal naar Hemdaleport. En ik hoop dat er een teleportatieding is. Ik denk het niet. Oh ja, Hemdaleport. Dus ik weet nog wel. We gaan eerst even een side question doen. Want, kijk, daar moeten wij naartoe. Maar... Er werd verteld, als jij het noorden van... Of het noorden van Hemdaleport... Dan is daar ergens een farm. En die is daar. Oké, okay, ik zie hem. Ja, ik zie hem. Cool. Laten we daar eerst even naartoe gaan. Want dat is natuurlijk even wat chiller. Om eerst even een side quest te gaan halen, hè. Is best wel heel fijn. Hij was het noorden van Hemdaleport. Bij de mountains. Dat kan ik nog wel herinneren van de vorige aflevering. Dan moesten we daar naartoe naar farm. En ik neem aan dat we dus zo komen. Want dan kunnen we zomaar uiteindelijk rechts kunnen we. Dat zie ik op de map. Wacht, hij is hier al. Dit is een farm, als het goed is. Heel top. Private property. Dat klinkt niet goed. Ik denk dat dit hem is. Chippy the Carpenter. Hello, stranger. You have to excuse me. I'm just doing some work. Farmer Flower sent me. Yeah. That's where I'm just off, mate. So if you ask me, I'll be heading to Grudlock to repair his windmill. In which case, I'll go and let him know you're on your way. Wat? Maar nu moet ik helemaal weer terug en gewoon tegen hem zeggen van hij komt eraan. Waar moet ik dan terug? Hij komt... Oké, dat is niet logisch, maar... Oké, sure. Oh, dat moesten wij doen. Dat is het enige. Maar we gaan wel even rondkijken natuurlijk. Voor... Hey, er zit helemaal niks in, helaas. Wacht, wat ik wel even ondertussen kan doen... Ah, shit, ik heb geen coal. Ik heb alleen gunpowder. God damn, het regent ook hard, dude. Het regent echt hard.
Nog een chest. Hij is ook locked. Ik neem aan dat je al deze chests wel gewoon kan unlocken. Denk ik. Daar is ook een chest. Hier woont niemand. Wat is dit? De slaapkamer van niemand. En ik zie er helemaal niks speciaals. Helemaal niks geheims. Helemaal niks frames. Oh, hier wel een chest. Zit ook niks. Cool. Wij gaan naar Handleport. Let's go. Daar zijn we nog niet geweest. Oh, we hebben eten. We hebben 2 steak gekregen. En dan staat er linksonder. Dat krijg je onder een kwartiertje ongeveer. En dan krijg je gratis eten. Wat super gunstig is. Dat hebben ze echt goed gedaan. Daar ben ik ook heel erg blij mee dat ze dat hebben gedaan. Oké, we zijn nu bij Handleport. Oh, je hoort het al. Het is echt een port. I used to be an adventurer like you. And then I took an arrow to the knee. Haha, grapjes. Grapjes, man. Hartstikke leuk. Zo, die is dood. We gaan even wat eten, want we hebben even die regen hebben we nodig. Hoppakee, deze mag ook even dood. En links was hier wat? Nee, helemaal niks. We moesten in ieder geval hier ergens naartoe, toch? Waar stond die grote rode uitroepteken? Jawel, die was wel hier. Oké, nou laten we hierin gaan. En dit is Louis Galerion, waar we tegen moesten praten. Oké, ze wil dat ik wegga. En dat ze niks te maken wil hebben met die Arch Magister. I've noticed that I'm not very popular with the people in your country. Have I done something wrong? Are you telling me you're not aware of the Cures Cleansing? Nou, dat is als het goed is de vorige Cures. Als jullie de vorige serie hadden gekeken, dan weten jullie als het goed is wat de Cures Cleansing is. In which case, it's only fair I explain it to you. Why you're getting such frosty response from people? Okay, 100 years ago, the large forces of soldiers came from Cremria, an island northwest of us, invaded our lands. They set up a stronghold at Glahar Peaks. From there, launched the attacks to country, slaughtering thousands of women and children as they went. The Glahar Peaks, that's a wow. As member of the AOF, allies of Aferum, we requested assistance from our allies, but Dophonia voted against military aid because Dophonia vetoed, I don't know what that for word is, our request for aid, and we left to deal with the invaders of Tordus herself. Dus ze hebben eigenlijk gewoon gezegd, nee, we willen je niet helpen. It took a further 2 years before we drove the invaders out. En ze hebben 20.000 mensen vermoord. 20.000 mensen gewoon dood. During this time, the Golden Chalice of Kuros could have saved thousands of people. Yet it remained under lock and key in the Silencia Conclave. Now turn the clock forward 100 years and here you are trying to get a chalice to save a member of the Dophonia royal family. Holy fuck. Perhaps now you can understand why you're not welcome here. Oh man, thank you for explaining. Ik zeg gewoon dankjewel en ik moet haar broer nu vinden. Go and help the innkeeper with the problem. It seems somebody is poisoning their lake. When you've done that, I will help you find my brother. Dankjewel bro, serious, dankjewel. We gaan naar de inn. Damn man, dat is wel de feels, dude. Dus eigenlijk omdat 20.000 mensen dood zijn gegaan, omdat ze niet die chalice konden, de Golden Chalice of Curest, mochten ze niet pakken, kom ik nu aan. En ik wou hun dus niet helpen, anders waren er sowieso geen 20.000 mensen dood. En nu kom ik eigenlijk razen van, hey, mag ik dat ding gebruiken, want 1 iemand gaat dood, die jullie niet mogen. En daarom zijn alle mensen zo boos op mij, omdat ik hun niet hielp. Zo lang geleden. En dat heeft trouwens niks te maken met de vorige Curest. Ik dacht wel, maar blijkbaar niet. Oké, wij moeten erin zoeken. Maar hier is een blacksmith. En een blacksmith heeft een sidequest. Greetings, adventurer. Can I interest you in a new sword or axe? They're both excellent weapons. And quite unlike others you will find. Yes, I would like a new weapon, dude. Waarom niet? Tell you what. I will make you a deal. Seeing I'm in a generous mood today. You will get me some iron ore. And I'll make you a weapon for your choice of 3. We have a deal. Sure, maar ik heb geen pickaxe. Don't worry about pickaxe. I was spare one. If you bring 30 iron ore in exchange, I will make you a weapon. Oh, wat heb... Ik kan niet minen. Hey, hoe de... Hee-ho, hee-ho. Oké, hee-ho, hee-ho. Hoe de fuck wil ik mijn dan? Want ik mag niks minen. Oh, hallo. Hallo, dat is een creeper. Is dat trouwens... Wow, dit ziet er trouwens heel vet uit. Dat is het noorden van Handleport. Cool. Maar wij moeten naar de inn. En dit is de inn. Als het goed is. Toch? The Little Voyage. Als het goed is, dit de inn. En... Nee, dit is een shopkeeper gewoon. Wauw. Wat... Potions. Cooked, minked and read. Yes. Wat een nageluidje is dat. Laten we hier even wat eten kopen. Hoppakee. Okay, even 8 meat. En die verkopen ze wat? General Store. Oftewel echt helemaal niks. God damn it. En hierachter is ook niks. Nope.
We moeten de in vinden, jongens. Als dat de in is. Ik denk dat dat de in is. Ik weet het niet zeker. Ik denk het wel. We gaan even checken. Is het een farmsteed? Nee. Maar mee? Ik denk... Je moet toch wel de in zijn. Dit moet hem zijn. Ja, er staat ook een quest boven. Ik zie vet veel mensen zitten. Nightlane in. Als het goed is, is dit hem. What up, Fiona Laygood? Sorry, I can't stop and chat. I'm late for an appointment. In Axelon City, I've got a dash. Oké, okay, dus dit is... Ah, fuck. Ah, shit. Oh, nee, ik ga ook naar... Oh, nee, ik ga ook naar de jail. Fuck, nee, ik ga naar de jail. Oh, man, dit was niet de bedoeling. Oké, okay, laten we snel weer ontsnappen. Laten we snel ontsnappen. Ik kan echt niet ontsnappen. God damn it. Daar hebben ze niet over nagedacht. Ik weet niet of ik dat moest doen. Ik weet niet of dat goed was. Maar ik ben wel gewoon weggeteleporteerd. Ik had mijn Tomb of Teleportation. Ik ben gewoon weggeteleporteerd. Ik denk niet dat dat het juiste plan was om te doen. Maar ik ben weggeteleporteerd uit de prison. Nou, oké. Daar zijn we weer. Dus geef een gouden tip. Zodra je dus gesnapt wordt, gewoon wegteleporteren. Dat is het beste wat je kan doen. Gewoon wegteleporteren. Kijk, dit is de in. Hey, zit hier enemies? Ik wil allemaal enemies. Dat klinkt niet echt fijn. Sup, bro. Welcome to Ocean Breeze. If it's a drink you're after, then see the barman. He will help you. If it's a rune after, then I'm afraid we're full. Louis Galarona sent me to help you. This is excellent news. It's perfect news. Allow me to explain what the problem is. Een paar maanden geleden, iemand heeft poison in een swimming lake gedaan. Next to the inn. Dus hiernaast ligt er allemaal poison in water. It's slowly killing the grass in the area. Too. At the same time, it started. I banned one of the residents. Oké, dus wat ik even kort zou wat ik moet doen. Ik moet weer naar het noorden, waar we eigenlijk eerst naartoe gingen. Om te zeggen van, yo, je moet even iemand helpen in het zuiden. Dus die zal het sowieso niet zijn. Wij moeten clues gaan vinden. Wij moeten een detective gaan uithangen. En kijken of wij de juiste persoon kunnen vinden. Dus kijken of we een clue kunnen vinden. Dus... Oh, iemand met een brewing stand zal verdacht zijn. Zo makkelijk is het al. En kijken of wij inderdaad clues kunnen vinden. Oké, dus we zijn er nu. En we moeten even goed gaan checken. Ik denk dus dat deze het niet is. Maar we moeten natuurlijk even gaan checken. Want je weet het niet. Misschien is dat de reden wel waarom hij terug was. Oké, dus hij heeft niet echt veel. Oké, chest. Hij heeft alleen maar een brewing stand. Dat is het. Oké. Deze heeft ook een brewing stand. Maar hier woont niemand. Dus dat is eigenlijk al meteen heel erg duidelijk als je hier niet woont. Maar hij heeft wel weed daar. En hij heeft allemaal water bottles met geen effect. Oké. En het volgende huisje is deze. Hier woont ook niemand. Hij heeft ook een brewing stand met alleen maar water bottles. Voor de rest, doodgras heeft hij ook. Hij heeft een chest die dicht is. Oké. Nou, wel, dan moet het deze zijn, toch? House in the cliff. Dan moet het deze zijn. There is something suspicious about this house. You should carry out a full search of the premises to see what you can find. Oké, we gaan even alles doorzoeken. En kijken of we wat hier kunnen vinden. Ja hoor, kijk hoor. Ik kan hier gewoon doorheen lopen. Furnace key. Daar gaan we weer. Hier zit niks in. Oké, waar is de furnace? We hebben de furnace key. Cool. Dat is deze toch? Ja. Hoppakee. As you place the key in a furnace, a secret door opens. Oeh. Nee, hierachter, toch? Nee, niet eens. Oh, hij is hier geopend. Kijk, met heel veel chests hier overal. En wat gaan we hier vinden? The chest contains a number of barrel of potion and a diary. That details when the water next to the inn was poisoned. Dat is niet goed. Alles goed. Now that you found proof, the innkeeper... Oké, dus nu moeten we terug, want we hebben proof gevonden. Ik heb het alleen niet mee, wat een beetje vreemd is. Of is dit het? Nee. Oké, vreemd. We hebben het niet. Laten we terug naar de ingang, want we hebben hem gehaald. Wat super nice is. Oké, yo, we zijn terug, bro. We weten wie het hebben gedaan. You have been gone so long. Serieus? Serieus, dude? You explain how you found a hidden room in the house in the cliff. And that there were barrels of poison in it. Ja, dus er zaten allemaal slechte dingetjes in. I knew it was him. With this information, I can take to the guard and they will go investigate. Nice, dude. Cool. Dus nu kunnen we weer terug naar die vrouw. En dan gaat zij ons helpen haar broer te vinden. The innkeeper gives you 5 curious nuggets and some steak as a reward for helping. Nice. We hebben hem gehaald, dude.
Cool. Oké, dus wij gaan nu terug naar haar. Ja, we gaan nu terug weer naar haar. Naar het rode uitroeptekentje. En een oorlogsveld buiten gewoon. Dat is niet normaal. Oké, we hebben je geholpen. You explain that you helped him with the water problem. En bla bla bla. En waar de hel is je broer? Dus I'm going to check that you've helped him. So come back see me in 5 minutes. Oké, in a few minutes. Kan ik gewoon weer klikken? Welcome back and since you indeed... Oké, return in a few minutes. Ik kan gewoon meteen tegen haar zeggen van, what up? I must admit that I have no idea where my brother will meditate, but I'm pretty sure the previous leader of the conclave would know. I suggest you go and see him. His name is Zebulon Budel and lives in Highland Grove. Be warned though, he is very old and set in his ways. In Highland Grove. Wow, dat is helemaal daar? Dat is helemaal daar, dude. Oh man, dat wordt een missie. Dat is het meest noorden waar we naartoe kunnen gaan. En ik weet het, jongens. Daar is iets heel erg speciaals waar we dan uiteindelijk in gaan. Want we hebben best wel chill gear momenteel. Maar damn, dat wordt moeilijk. Wij gaan nu... Ja, wij moeten dus naar het noorden. Wij moeten helemaal naar het noorden. En Highland Grove, ik neem niet aan dat we daar veel eten en drinken gaan vinden. Dus ik denk dat het beste is dat we hier gewoon even lekker op gaan inslaan. En gewoon lekker wat eten gaan meenemen. En dat we het makkelijk daar kunnen overleven. Zodat we genoeg regeneration en dergelijke hebben. Want, oh man. Dude, er zijn zoveel monsters hier. Dit is niet normaal. Dat is echt te veel gewoon. Laat ik even hier staan. Market trader. Nee, kijk. Die was ik al... Ja, kijk, precies. Nu kunnen we gewoon oneindig veel gold eigenlijk fixen, right? Want we dit hele tijd kunnen doen. Diamond is 3. Ja, screw dat. Ik ga geen 3 diamond daarvoor betalen. Het is gewoon allemaal armor. Nog meer armor. Oh, dat dikke diamond, yo. Diamond armor. Damn. Wat is dit? Unleavened bread. En wat verkoop jij? Zij verkoopt gewoon tools. Oké, dan moeten we bij jou zijn. Want dan willen we even een paar broodjes kopen. Yes. Bam. Kijk, 28 broodjes. Dat moet wel genoeg zijn. Dat komt allemaal wel goed. Guys, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je hem nou leuk? Doe even een blauwe duimpje omhoog. Zou natuurlijk super tof zijn. Volgende aflevering gaan wij naar Highland Grove. En dat wordt super spannend. Want we gaan de eerste keer off-road, jongens. We gaan de eerste keer dat wij niet een pad gaan volgen. We gaan deze keer van het pad af. En we gaan daar naartoe. Daar gaan wij naartoe. Gewoon het niks in. En het gaat nog wel wat worden. Bedankt voor het kijken. Check lekker de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Let's go!